Goedemorgen beestjes, waren jullie hier ook alweer? Aardappelgratin. Alles lekker, ja. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit even te kijken, denk wat zie ik hier nou in het water? Daar ging hier net zo'n heel grote vissersboot doorheen. En die ging hier wat manoeuvreren en weer in zijn achteruit en weer terug. En weet ik veel, want er komt allemaal drek boven drijven. Echt hele vieze blauwe drek en we moeten hier straks weg. Dat komt dan allemaal niet in de motor. Ik was al even naar de Aldi geweest. Het is nu 9:15. En we gaan straks weg. We gaan onderweg wel even eten. Want het is toch nog weer even een eindje varen. Naar het Lauwersmeer tenminste, als we daarheen gaan. En het is nu heel mooi weer. Vanmorgen hoorde ik weer even dat het regende. Het schijnt van de week niet denderend te worden. Dus ik hou mijn hart vast. Maar vooralsnog is het mooi weer. Het is fris. Ik heb wel de lange broek aan, maar ik denk dat ik het straks de korte toch maar weer aan doe. Vannacht niet zo lekker geweest. Ik heb ook slecht geslapen. Ik was wat misselijk. En Chris ligt ook helemaal niet lekker. Die slaapt ook niet lekker. Dus moeten we toch een oplossing voor zien te vinden. Maar ik zal deze kant open gaan maken zo. En dan gaan we varen. Chris is nou rondkant uitlaten. Even snel. En dan gaan we die kant straks op. Goedemorgen beestjes, waren jullie hier ook alweer? Goedemorgen kleintjes. Hey, goedemorgen. Gedaan. We gaan nu even lekker een crackertje met aardbeidjes eten. We zijn Dokkum nu uit. Sluis gehad en we zitten nu op het Lauwersmeergebied. Het is zo'n smalle kom er naartoe. Smalle, ja, een soort vaart is dit. En we gaan nou eens kijken of we ergens een haven kunnen vinden. Het is even wennen weer in die sluis. Het is niet zo'n grote sluis. Volgens mij zijn we met deze boot nooit de sluis nog in geweest. Nee, met de Bavaria wel, ja. Dus we hebben hier ooit gelopen. We hebben een boot hier bekeken. Dat kan me nog herinneren, het is een beetje bossig daar. Oh, een mooi gebied, lijkt het zo. We hebben een haven gevonden in Oostmahorn. We hebben een plek voor passanten aan een lange steiger. En we zijn nu even met rondkant lopen. Dus we kunnen vanavond lekker douchen, eindelijk. En eens kijken of we hier een hoopje kunnen eten. En anders gaan we zelf koken, dat kan ook nog.
Het is een haven. Oh, wacht. Er zit een beest op mijn kuit. Het is een haven. Pal aan het Lauwersmeer. En het was, ja, was wel even spannend, want we zijn hier nog nooit geweest. We moesten door een sluis heen. Dat kon ik ook niet filmen, want er moest ook ineens een actie komen. En ja, je moet hier best wel uitkijken van ondieptes. Nou steken wij natuurlijk niet diep, maar toch, ja, je wil niet met je schroef ergens in komen. Dus we zijn er, ja. En daarachter, ja, daarachter is wel de zee. We zitten vlak bij de Waddenzee. Ik denk dat je het misschien nog bijna ziet liggen als je daar bent. Waar de zee al, zeg maar. Achter die dijk, ja, daar is de Waddenzee, ja. Nou ja, we gaan hier eens even de buurt verkennen. En eens kijken wat we morgen gaan doen. Ik weet het niet, misschien is het hier wel leuk, misschien blijven we hier wel wat langer. We zien het wel even, we hebben tijd genoeg. Ja. Het is ook heel leuk, die huisjes hier, die kan je huren. En er was wat te koop, ja. Ja, inderdaad. Nou, hier waren we dus nog nooit geweest. En dat is dan wel weer eens even leuk, dat je even heel wat anders doet. Ja. Zo, we hebben even een lekker uitsmijtertje gegeten. En nou zijn we in Esonstad. Dat is een heel vakantiepark gebeuren. Allemaal in oude stijl gebouwd. Het zijn nieuwe huizen, maar in oude stijl gebouwd. Ik zal straks even opzoeken hoe lang het park al bestaat. Maar het is, eens kijken hoe leuk. Oude geveltjes, net als het een oud plekje is, maar dit is het niet. Het is nep eigenlijk, maar heel mooi. We zijn het vakantiepark uitgelopen en er zit een heel pad omheen. En dat is heel leuk met informatieborden. Dus mensen hier in het park die kunnen. Nee, we zijn er niet uit, maar dit is wel het looppad naar Oostmaghorn. Toch? Er zitten hier allemaal krekels, hoor je het? Dat is een veerpontje, ja. Wat grappig. Achter mij zie je een veerpont. Maar mensen die hier logeren, die hebben de tijd van hun leven, denk ik. Ja, ja. Het is vlakbij de Waddenzee. En de Romke houdt het nog steeds vol. Ja, dat zou moeten, hè? Hij zal wel moeten, ja. Ja, doet goed. Dat is wel een aardig eentje aan het tippelen. Ja. Eens kijken. Het is bewolkt alweer. Maar nog steeds droog.
We zijn weer op de boot. We gaan even een bakje koffie zetten. Dat gaat Chris doen, dat heb ik gehoord. Ik kan er wel wat bij en dan is het goed. Hè? Ja hoor. En gaan we straks om 6:00 gaan we even hapje eten hier in het dorp. Weer? Ja, dat wou jij zo graag. Voor mij hoeft het niet hoor. Nee. Nee. It doesn't take a lot. Right? Maar goed, hier gaat nu een fles door de ruimte heen. We gaan een bakje koffie doen. Dan gaan we even met de beentjes omhoog. En dan lekker eten. Tenminste, dat we maar wachten. Maar de uitsmijter was lekker daar. Dus. En de bediening was vriendelijk. Dus we hebben nu een nieuwe buurvrouw hiernaast. Chris is even gaan douchen. Het is nu bijna 6:00. Het heeft net eventjes geregend om 5:30. Nou, een klein buitje. Niet zo ontzettend. De temperatuur is nog steeds lekker. En ik ga eerst eten straks. En dan ga ik daarna wel even douchen. Het is lekker warm nu weer. De zon is best wel krachtig. Maar je ziet wel dat de weersverandering op komst is. Het begint wat te bewolken. Ja, dat is ook de voorspelling. En ik denk dat we hier toch morgen weggaan. Pasje dan. Pasje. Dit is het uitzicht, mensen. Jonge, 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 jonge. Nou, verrukkelijk gegeten bij het Gouden Stek. Zo heet je toch? De Gouden Stek, ja. Netjes, hele leuke bediening. Hele lekkere toetjes, hele lekkere aardappelgratin. Alles lekker, ja. Lekker biertje. Lekker wijntje. Dan gaan we onderuit. Beentjes omhoog, boekje erbij. Ja, ik ben... Ja, oh god, ja, ik moet douchen. Ik heb vroeg niks meer, denk ik. Geen zin in douchen. Ja, moet toch maar even doen. Morgen betijds weg. Ja, ik wil helemaal niet weg hier. Ik wil weer hier eten. Ik vind het zo lekker. Pas dan weer vreedschuur onderweg. Ja. Mooi plek hier. Oostmahorn. Anjem. Oostmahorn. Ja, Anjem ligt er aan vast. Hoe heet dat nou? Ezonstad. Hier zijn vakantiewonetjes. Daar is onze haven. Dus. Ja, dus. Ja, het is een beetje zacht. Zacht. Heerlijk is het. Het is helemaal niet koud. Gisteren was het veel kouder. Maar dat wordt het wel. Nou, het wordt wel kouder van de week.